Het toestelletje wat je hier ziet, ik zal hem even vasthouden dat je hem beter kunt zien, heet de Happy Smile. En die was vandaag te koop bij de Aldi voor het gigantische bedrag van 59,99. Het is een toestel wat duidelijk gericht lijkt op kinderen. En daar waren we ook naar aan het kijken. Want we willen onze kinderen op vakantie ook een toestel kopen. Ik had de tests bekeken op de Duitse website, die waren ronduit negatief. Maar ja, als je dan bedenkt, 59,99, dan krijg je het toestel. Er kunnen gewone batterijen in, maar er kunnen ook oplaadbare batterijen in. En die oplaadbare batterijen, inclusief de oplader, krijg je erbij geleverd. Er was een SD-kaartje in. En dat SD-kaartje van 1 GB krijg je bijgeleverd. Je hebt natuurlijk een tasje nodig. Nou, dat tasje krijg je bijgeleverd. Oftewel, je bent helemaal compleet voor slechts 59,99. Krijg je er vreselijke kwaliteit foto's mee? Nee. Maar mijn kinderen hebben nu een fototoestelletje met een fotorolletje erin. Kun je je voorstellen hoe het voelt als ze na een week erachter komen dat er een aantal foto's mislukt zijn? Nou, hier kunnen ze het meteen terugzien als ze dat willen. Ze kunnen er filmpjes mee maken. Nou, je ziet, de kwaliteit van de filmpjes is zeker niet schitterend. Je kunt ze ook niet op het toestel terugluisteren, wel terugkijken. Maar er zit geen speakertje op het toestel, dus je kunt ze pas op de computer terugkijken. Het ligt er een beetje aan waar je het mee vergelijkt. Je moet het niet vergelijken met mijn andere toestel van 200 euro, maar je moet het vergelijken met de wegwerpcameraatjes die je anders zou hebben. En daar vind ik het meer dan voldoende voor. We hebben een rode en een blauwe, krijgen ze ook geen ruzie met elkaar. Dus deze blijft en gaat zeker niet terug.